Ja, welkom op de Daytona International Speedway. De Rolex 24, hij staat weer voor de deur. Het is mijn 12e keer in deze race en dit jaar met Riley Motorsport. Je ziet hem hier staan. Jim Cox, Dylan Murray en Austin McCusker. En ik dus op een LMP3. Een nieuwe klasse in het IMSA kampioenschap. Natuurlijk het kleinere broertje van een LMP1 of LMP2. En omdat het een nieuwe auto is, is het zoeken naar afstellingen. Zoeken naar problemen op de auto natuurlijk. En je ziet, het team is druk bezig. Die auto is al een paar keer uit elkaar geweest. In december hebben we 2 dagen getest. Natuurlijk een beetje de kinderziektes eruit gehaald. Maar ook heel veel geleerd over de setup. Het is een vrij ingewikkelde auto. Je kan heel veel doen aan de setup. En dat maakt natuurlijk heel veel verschil. Nou, we hebben inmiddels aardig wat getraind hier. En kijken uit naar 24 uur racen. Het is altijd een spannende race. Zeker omdat je veel yellows hebt. Dus er kan altijd heel veel gebeuren. Het veld blijft daar ook bij elkaar en je kan rondes goed maken. Dus zelfs al heb je kleine probleempjes, dan kun je je weer revancheren eigenlijk en rondes goed maken. Dus vandaar dat hij op het einde ook die auto echt heel snel moet zijn. En daar zijn we natuurlijk alles aan het voor aan het optimaliseren. Van de pitstopsnelheid, of die helemaal op het randje is, tot aan de kleinste details in de setup. En daar zijn we nu mee bezig. In ieder geval heb ik er heel veel zin in. Ik heb deze race nog nooit gewonnen. En daar baal ik nog steeds van. Want ja, dit wordt mijn 12e, ik heb hem 11 keer gereden en ik denk dat ik 5-6 keer echt op het punt stond om te winnen, maar elke keer ging er dan net iets mis. Dus het is echt een keer tijd. We hebben wel aardig wat competitie in onze klasse, onder andere van onze teamgenoten, die staan daar naast ons in de garage. Dus het is een best wel heftige strijd natuurlijk, maar desondanks denk ik dat we een goede kans moeten maken. We hebben een goede line-up en Riley Motorsport is een van de beste teams eigenlijk uit de business, in de business moet ik zeggen. Die hebben vroeger ook de Vipers onder andere gebouwd. En die hebben hier deze race al heel vaak algemeen gewonnen. Vaak met het team van Chip Ganassi. Toen er nog Daytona Prototypes hier reden. Dus ik zit in ieder geval bij het goede team. En we gaan kijken hoe ver we komen. Ik heb er heel veel zin in. IMSA.tv, daar kun je de race altijd gewoon helemaal volgen met livestreams. En anders gaat Ziggo hem ook uitzenden. Dus ga kijken. Ik hou jullie op de hoogte. En wie weet op het einde in Victory Lake. Dit is Jeroen Lekenmolen vanuit Daytona.